Lullen uit! En deze prijs bedraagt wel liefst, ja ja, je zou het niet geloven. In deze gouden koffer heeft onze Jantine met de lekker strakke pulletjes eens even de prijzen zitten. Ik zal eens even kijken, Jantine, maak maar eens even los van deze wielerwals. Want ze zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig, zoals altijd. Kijk, 44 euro, 44, ja ja, maar zoals jullie weten heb ik ook nog een stift bij. En deze stift vooruit een daadwerkelijke prijs natuurlijk. Daar komt die aan. Oh, er komen 4 bij. Zit de komen verkeerd? 444. Nee, 4000. 444 euro en 44 cent. Ja, dat was een mooie. En we doen natuurlijk een gratis lot bij voor één vriend. Want meer zal er wel niet zijn natuurlijk bij jullie gemeente. Maar we hebben een lot bij voor één vriend. Dus wie weet, we zijn zelfs vrienden hier in de zaal volgens mij wat carnavalsverenigingen. Dus die mogen jullie uitkiezen. Ik wil even hartelijk feliciteren en wie mag de koffer in ontvangst nemen. Dat zal natuurlijk de penningwezen wel zijn. Kom maar even naar voren en sla je slag, jongen. Ja, Frank Roelofs. Frank Roelofs, neem goed op, meneer. Nou, Frank, wat wil je eraan toevoegen, jongen, van deze postcode kan je voor de carnavalsvereniging? Ik ga deze 444 euro en 44 heel goed gebruiken. Goedenavond al. Goedenavond, kijk eens aan. Zie gratis bier. Goedenavond. We hebben de wijk heeft gedaan de prijs, want het was natuurlijk voor de vereniging. Zo, en mogen het feestje verder bruisen in het wielenmolensnest, zoals ze dat noemen. En wij gaan er weer van tussen, want volgend jaar zijn we hier weer misschien, dat kan natuurlijk niet, of bij een andere vereniging, waar we de postcode carnavalsjubileumprijs kan je uitgenemen. Dus volgend jaar bij een andere carnavalsvereniging. Tot ziens en bedankt!